Het is ook een beetje organisch gegaan zo. Maar ja. uh, op dit moment hebben we dus uh, drie appartementen waarvan we in eentje leven. Mm -hmm. En er zijn heel veel mensen, die uh, uh, vrienden van ons bijvoorbeeld, die wonen in mooie huizen en uh, vrijstaand ja. of uh, weet je wel. En uh, ja, wij, wij maken andere keuzes. Oh, ja. en, uh, uh, dus wij, wij wonen met onze twee kinderen, zeg maar, in een appartement. Ja. Uh, maar ja, het is ruim genoeg voor ons. Weet je? Ja, ja. We hebben gewoon genoeg slaapkamers en zo. Maar ja, weet je, als je... Als we nou alles zouden verkopen, dan zouden we ook een mooi verrijst huis kunnen uh, kopen. Ja. Maar, maar ja, weet je, wij, wij kijken echt naar de langere termijn, zeg Top. maar. En ja. we kijken echt naar, oké, okay, we doen dit nu en we nemen nu ja. de pijn, zeg maar. Maar ja, ja. het is een short-term sacrifice voor ja. long-term profit. Weet je, ja. en dat is wat we nu uh, doen. En als je dat voor ogen houdt, dan, uh, ja. dan is het. Uh, Alleen maar, uh, dan is het prima. Dan kun je er goed mee leven, zeg maar. Ja, naar mijn idee is het niet eens een pijn. Hè. Ik herken het wel. Ik denk dat je zo lang mogelijk, soort van, ja, misschien wel beneden je stand moet leven. Zeg maar, om op de long term, zeg maar, gewoon alle vrijheid of whatever je wilt dan ook maar te hebben. Dus ja. het is ook maar net hoe je het van binnen voelt. Want ja, je kan wel nadenken. Je kan inderdaad wel denken: van, hé, hey, uh, die vriend van mij die woont wel in ja. een idioot groot huis. Ja. En dat wil ik ook. Ja. Maar ja, zo zou ik het zeker niet zien, weet je. Nee. Ik bedoel, dit, je denkt juist... Bij die andere gast denk je van... Ja, deze vogel die geeft gewoon zes keer zoveel uit als een huis. En dat spendeer ik aan het leven. Ik denk dat dat ja. juist veel slimmer is, zeg maar. Ja. Ja. Uh, om op die manier te denken. Maar, ja, dat denk ik ook, ja. Maar ja, heel veel mensen die vergelijken zichzelf inderdaad met anderen. En ja. Van, oh ja, mooi huis en uh, ja. een nieuwe auto voor de deur. Ja die, uh, ja, die wilde ik ook wel, weet je wel. Ja. Uh, maar uh, ja... Als je op de lange termijn kijkt van, uh, ja, wat, wat heb je eraan? Ja. Je? Een, een fijn, fijn huis is sowieso fijn, maar ja, ik heb een appartement nu van 104 meter en dat is ook heel fijn. Ja, dus ja ik zeker. heb gewoon een uh, heel, ja. heel, heel ja. fijn plek gecreëerd daar. En dat hele vergelijkingspelletje is toch altijd een beetje gevaar in de samenleving, zeg maar. Hè? En ja. Ik bedoel, was je daar voorheen wel gevoelig voor, of ben je dan nog steeds ja, een beetje zeker. gevoelig ja, voor, of denk ja. je van, hey, ik wil ook wel, uh, ik wil ook wel een, een, een Tesla en een, een villa of, of ja. <laughs> ja, 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 en, ja weet je? Ik denk dat ik, ik wil sowieso succesvol zijn en me uh, uh, geen zorgen hoeven te maken zeg maar, over geld. Dus uh, ja, ik wil wel miljonair worden. Dat, uh, ja, dat, dat ambieer ik wel. Mm. Maar als ik dan kijk naar uh, wil ik miljonair hebben om heel veel dingen te kopen die uh, eigenlijk niet bijdragen, dat, dat is het ook niet, zeg maar. Ja. Maar het is meer om de om de rust, uh, zeg maar, de, de vrijheid en, en de en de peace of mind te hebben, zeg maar, dat je gewoon. Weet je, dat, dat als er iets gebeurt in je leven waardoor je niet meer kunt werken, of als je iets gebeurt in je leven waardoor je zeg maar, bij je ouders wil zijn omdat, die, ja. omdat daar niet goed mee gaat, of, of, of in je gezin zeg maar dat je hè, ervoor wil zorgen dat je gewoon zeg maar, even achteruit kunt stappen en je daarop kunt richten weet ja. je, terwijl je je business doorloopt of je je geen zorgen hoeft te maken over of er nog geld binnenkomt. Ja, ja, ja. Ja, en toch heb ik een paar mensen die zeg maar ook een business hebben verkocht die, die je kent zeg maar die dus uh, een soort van overnight uh, van, van de uh, overlevingshustle modus in een business gaan naar naar, over, naar niet overnight miljonair maar wel uh, uh, een grote cash out op een bankrekening zeg ja. maar. Ja, en toch als je dan zeg maar dat geld op je bankrekening hebt staan en je denkt van oké okay, en dan weet je je gooit die fles champagne even open je, je neemt even een paar sipjes ja. en dan zit je daar. Oké, okay, wat ga ik morgen doen? Wat ga ik overmorgen doen en je ja, toch ergens val je in een soort van gat, zeg maar, omdat ja. je dan nadenkt van, oké, okay, dit is wat ik altijd wilde. Er staat echt de wereld op je, op je bankrekening. Maar dan heb je dus, je bent dus gewoon zo gewend om in die modus te zitten, ja. dat je daar dus eigenlijk heel moeilijk uitkomt. En eigenlijk ja. verlang je dan weer terug naar die modus. Ja, terwijl actie, je in die modus zit, denk je, oh, wat zou het chill zijn als ik al dat geld ja. heb. dan hoef ik niet meer druk te maken. Ja, ja. ja maar het, het, het ene kant, uh, hoeft het dan niet uit te sluiten, denk ik. Ik ja. denk dat als je het geld op je bank hebt, maar je, je, je mist, zeg maar, de actie. Oké, okay, alsnog, zeg maar, je kan gewoon opnieuw beginnen. Ja. Weet je? Maar je hebt wel gewoon, zeg maar, een veilige haven. Ja, opzetten, ja ik snap wat je wilt. En, en, ja. uh, en het is natuurlijk super tof ook, uh, ja, heel veel mensen zijn op zoek, denk ik, naar, uh, naar, naar een, naar een, ja, naar fulfillment, zeg maar, naar, ja. naar, naar zeg maar, een, een gevoel van uh, hoe kan je bijdragen. Ja. Weet je, en dat is misschien niet in de fase dat je, zeg maar, tussen de 20 en de, en de 35-40, mm -hmm. maar daarna komt wel zo'n, oké. Okay, weet je? Ik heb nu dat huis en die ja. auto en ja. een mooie baan en ja. maar wat hè? Ja. kan ik nog meer doen? Ja. Ik denk dat als je, je zo'n zo fase bereikt dat je uh, een goede cash out op je business hebt gedaan en dat je dat, dat je andere mensen wil gaan helpen zeg maar, dat doe je, hè? dat doen wij nu ook. Mm. Um, daar daar krijg je gewoon heel veel uh, voldoening van en, ja. en, en uh, een goed gevoel over zeg maar. Ja. Dus en dan kun je andere mensen ook nog helpen met hun hussel. Weet je? Die, ja, ja, ja. En die hussel die heeft ja. jou heel veel lessen geleerd, en Zeker. Uh, die kun je andere mensen ook uh, uh, ja. leren. Ja. Dus denk dus, um, dat je dan meer naar, naar dat soort dingen toe gaat. Dat je dus uh, meer toevoegt ja. toevoegen aan de samenleving of toevoegen aan, ja, aan, aan het uh, succes van andere mensen, zeg maar, uh, ja. in hun leven. Ja. Uh.